plaatsen. Die 100 meter en we zien Sommelink en Laarhoven dicht bij elkaar liggen. Sommelink die heeft net de voorsprong 51-69 daarachteraan. Laarhoven 52-03. De laatste 50 meter gaan we inzien en dat Sommelink vandaag toch een verlichte voorsprong nog heeft op Laarhoven. Derde positie, Dijkshoorn. Wie komt daar in de buurt? Bart Sommelink is de Nederlands kampioen van vorig jaar. Toen hij in de finale finishte in 1:45-33. En nu zet hij een mooie tijd neer in de series van 1:45-92. Dat is de snelste serietijd en ook de snelste tijd tot nu toe. We zien voor Bas Takker 919 parapunten. De uitslag is officieel. Wij gaan verder met de serie nummer 6.